En het is weer een nieuwe week. De vakantie is allang al voorbij. En we zijn druk midden in de papieren. Het is dinsdagmiddag. Ik ben toetsen aan het nakijken en invoeren. En ik heb mijn haar in de knot gedaan. Omdat het anders steeds in mijn gezicht zit. En het is work beast modus. Sinds de kortste vlog ever dat ik zo'n rugpijn heb, dan draag ik platte schoenen. Dus ook vandaag. Check. Het liedje van de school is... Oh, mevrouw, wat een koers. Ik ben langer dan u. Mevrouw, je bent echt klaar. En nu heb ik dus ook nog mijn stoel, zeg maar, op mijn lengte gezet. Ik zet het normaal altijd hoger. Maar nu heb ik het op mijn eigen lengte gezet, dat mijn voeten op de grond komen. Bewijs. En ik voel me echt een ukkepuk. En dus daarom voel ik me echt midden in de papieren. Zelfs het computerscherm ziet er anders uit vanaf deze hoek. Zal ik het laten zien? Het is echt wel een beetje chaos. Ik zit midden in alles nakijken en administratie en bla bla bla. En het is weer tijd voor zo'n grote schoonmaak. Niet nu, maar het is wel tijd. Durf ik dit te laten zien? Nee. Maar gaan we dat doen? Ja. Oké, dus babyspullen. Ik geef les ook in de babyverzorging. Daar is wat boodschappen. Want je girl moet wel eten. Je kan al een beetje achterzien. What's going on there? We draaien heel snel de andere kant op. Mijn kast. Dit is dus de situatie. Alles is nagekeken. We gaan invoeren en zo. Weet je wel, die administratiedingen. Dus, ja. Ik heb zelfs mijn haar in een knot gedaan. Omdat het gewoon de hele dag voor mijn gezicht was. En dus heb ik het even omhoog. Up and away. Het is nu een uur later. Een uur geleden was ik zo enthousiast en zei ik van ja, en we gaan alles nakijken en we gaan alles invoeren en dan is alles klaar en goed. En maar kijk. Wat heb ik daar gegeten? Oh, ik heb geen zin. Geef even een positive vibe. Geef even een motivational, inspirational quote hieronder. Ik moet iets. Ik heb genoeg gegeten. Ik heb ook gedronken. En de opdrachten zijn gewoon hier. Ik ben al heel ver op weg. Misschien moet ik gewoon eventjes iets anders doen voor ondertussen. Ja. Nee, ik ga niet laten zien in wat voor staat ik het bureau achterlaat. Dat blijft tussen mij en het bureau. Want... deze beelden moeten niet... nee. En omdat ik zo hard heb gewerkt... hoog en ver in de kast waar ik het niet kan zien. Ja hoor, deze dame zit in de file. Maar het is weekend en alle cijfers zijn ingevoerd. Hoera! Yes, waar zijn wij? Wij zijn bij David Lloyd. David Lloyd. En dan gaan we lekker naar de zuid. We zijn bij het team uitje van de sportschool. We gaan zo lasergamen, guys. Ik heb nog nooit gelasergamed. Alles moet je in het leven een keer gedaan hebben. Zo is dat. Al is dus... het maar lasergamen. Dus dat. Ga jij wel lasergamen? Ik neem jullie mee. Ik ga kijken of ik een paar dingen kan opnemen. Ik ga misschien kijken. Misschien lukt het wel. Ja. Gewoon die camera en een pistool. Of gewoon zo bij me, maar dan wel in het donker. Dat is want anders niet. Alleen, maar het is, ja, dan moet je dat licht uit. Ja, dan doet het licht uit. Maar hoe gaat het? Moet je het lachen? Gewoon, ik ga gewoon kijken. Als je dus beelden ziet van de lasergamer, dan heb ik het gefilmd. En als je het niet ziet, heb ik het niet gefilmd. Oké, guys. We zijn nu verzameld. Dit is de groep waar ik mee ga lasergamen. Dus een paar zijn mijn teamgenoten en een paar zijn mijn rivalen. En ik weet nu al dat wij gaan winnen. Hallo! Oh, voor de vlog. Voor de vlog, oh. Even zwaaien. Nee, ik ben Peter. Dag Peter. Ik ben van de cycling. Oh, hoe laat? Kwart over 10. Oh, maar dan moet je even blijven, want 11:45 is er weer Zumba met mij. Oh, kijk, dat bedoel ik. Je maakt gelijk een reclame voor jezelf. Zo is dat. Maar, kwart over 10 bij mij. Oké, okay, ja. Daarna chillen bij. Nee, niet samen. Chillen hoor.
Oh, ik vind het wel spannend, jongens. Oh, jongens. Ik vind zwaailicht, hè, Jack. Als we hem in het team krijgen, gaan we winnen. Oh nee, dan gaan we niet winnen. Nee, nee, laat maar. Elk spel duurt 5 minuten. Oké. Oh. En een beetje enthousiasme. Begonnen, jongens. De eerste twee teams gaan spelen nu. Wij mogen kijken. Wij zijn aan de beurt. Oh, zo eng. Die muziek ook nog bij. We moeten verspreiden. Oh, dit is wel echt al eng. Oké, kom. Volgens mij moeten we een beetje in de aanval, hè? Een beetje weghouden. Oké. Oké, ik zie dat blauw. Ik ben geraakt. Oh, nee.